Duimpje omhoog en zo. Vooral niet naar beneden. Joejoe. Ik heb me net soort van even geprobeerd te fatsoeneren bij het tankstation. Ik heb me omgekleed, ik heb make-up gedaan. Nou ja, dat haar is gewoon wat het is. Verzorging nodig hebben en een beetje liefde en aandacht van mijn moeder. En kutkat! Ah! Oh jongens, ik sta nu toch wel echt al bijna een uur in de file. Ik heb de tank vol, maar mijn blaas ook echt. Nu al? Oh, lekker op tijd. Klanten die dan te vroeg zijn. Gosh. Een hele goede morgen. Ik pak het weer even op waar ik vorige week geëindigd ben. En dat is in de voorbereiding van de training van vanavond. Hattie die ligt hier bij de wasbak. Die heb ik zojuist gespoeld. En die ga ik zo meteen alvast even aandrogen. Ik ga naar een afdeling zitten kijken. Eduard Meijering, hoe die dit hier allemaal achterlaat. Hè? Unfreaking believable. Gewoon één dik vette teringzooi. Dit is Geezer, die denkt gewoon dat ik dat allemaal wel ga doen. Meid, is ook niks anders te doen meer. Maar goed, Hattie aan het afdrogen. Die ga ik zo meteen alvast eventjes funnen. Zodat ze helemaal ready is. Ready to shine tonight. En dan ga ik snel boodschapjes doen. Blossom halen van school. Eten koken, met kindjes eten. En ik moet hier, eigenlijk wil ik ze ook vanavond even douchen. En zorgen dat ze vanavond, ik moet hier vanavond weer zijn om, hoe laat? 6:00. En dan moet ik zeker ook deze teringzooi van Evert nog opruimen. Unfreaking believable. Echt. But hey, it is what it is, ja. En daar zijn we weer. Heb ik een plastic tasje meegenomen? Nee. Heb ik mijn krat van vorige week meegenomen? Nee. Ik moet gewoon zorgen dat ik niet te veel koop. Dan kan ik het allemaal in een plastic tasje gooien. Maar ik ga zeker niet weer met 2 of 3 tassen lopen. Dan wordt het gewoon weer een nieuw kratje. Oké, het is maandagavond. Wij hebben zometeen de live voor de Matrix klanten. Ik ben hier gewoon dat ik denk, niet te geloven dit. Ik sta even voor de spiegel en in één keer denk ik, wat schijnt die top dan door? Ik heb gewoon geen BH aan. Ik had het thuis gewoon zo benauwd, omdat ik natuurlijk de hele tijd al zo hoesterig en zo ben. Dus toen ik thuis kwam, dacht ik, oh die BH moet af, echt. Maar nu sta ik hier en ik heb gewoon geen BH aan. Nou ja, ik ben benieuwd of je dat ziet op beeld. Maar Eduard is mega gestrest. Niks verloopt zoals het moet. Dus ik weet niet hoeveel ik kan filmen zonder dat hij zeg maar een soort van een aanval krijgt. Maar ik ga mijn best doen. Oké, maar dit moet je alleen weer terugklappen. Ja. Het heeft stress. Het heeft stress, maar het gaat allemaal goed. Oké, klap je even terug. Kijk, zo ben ik zo meteen op beeld. Hi beeld. Hallo en welkom bij een nieuwe weekvlog. Kat! Kijk wat hij doet. Kun je het zien? What the fuck? Echt deze kat, jongen. Melchior! Echt, deze kat haalt me echt bloed onder de nagels vandaan. Maar goed, dat tezijde. Ik ga jullie eventjes vertellen hoe mijn week er zover een beetje uitziet. Complete chaos. Niet normaal. Ik zeg welkom bij deze nieuwe weekvlog, maar ik ben natuurlijk al... Oh... Ja, precies, zo chaotisch ben ik. Want ik heb natuurlijk al gefilmd, ook over het hele Matrix gebeuren. Die live sessie die we hadden. Aankomende zondag is Phil jarig. Phil wordt 29 jaar. En wij zouden natuurlijk dit jaar gewoon niet samen zijn. Dat denkt hij. Nu heb ik in Poznan een restaurant geregeld. Daar heb ik de bovenverdieping afgehuurd. Heb ik al veel zijn goede vrienden vanuit het team, zeg maar, met aanhang ook uitgenodigd. Moet ik eerlijk zeggen dat ik heel veel hulp heb gehad van een van de dames die ook daar is. Een van de vrouwen van.
En, maar goed, we hebben een bovenverdieping afgehuurd. Ik ben decoratie aan het regelen, ballonnen, toestanden, ik weet het allemaal niet. Zondag vertrek ik om 9 uur. Ik moet zo'n 8 tot 9 uur rijden. Ik geef op de navigatie kijken, zei 7 uur en 53 minuten. Ik ga ervan uit dat ik natuurlijk nog even een fijne file tegenkom. Phil die heeft gewoon eerst in de avond nog training. En daarna gaan de jongens dus zeggen van, hey, zullen we voor je verjaardag anders wat gaan drinken met z'n allen? Ja, superleuk. Gaan ze naar het restaurant toe. En dan krijg ik een appje als ze allemaal binnen zitten. En dan kom ik binnen. Hoi! En dan gaan we lekker eten met z'n allen. En de volgende dag zit ik gewoon weer 8 uur, 9 uur in de auto om weer terug naar huis te rijden. Dus ik ga echt voor een supersnel bezoekje heen. Maar deze week, ik dacht echt, hey, we gaan gewoon het eten. Superleuk, super chill en that's it. En toen dacht ik in één keer, nee, ik wil decoratie hebben in het restaurant. En ik wil taart en ik wil van alles. Dus nu ben ik zo mega druk. En toen stuurde Debbie mij een berichtje van, ja, wat trek je eigenlijk aan? Ja, ik heb geen idee. Toen dacht ik, oh god, ik heb nog geen kleding. Ik moet kleding bestellen. Mijn hoofd zit tot hier. Ondertussen ben ik de hele week gewoon druk met werk. Ik heb 3 kleine mini-mensjes die gewoon ook natuurlijk verzorging nodig hebben. En een beetje liefde en aandacht van hun moeder. En kut, kat! Ah! Melchior! Dit beest is zo irritant. En soms denk ik echt, ik kan gewoon niet verder met die kat. Ik word helemaal gek. Ik heb al 3 kleine kinderen. En dan moet ik er ook nog een kat bij hebben die zo mega irritant is en mijn hele huis afbreekt. Maar ja, die kinderen zijn nu al gehecht aan het beest. Maar goed, we zijn dus een verjaardag aan het regelen, aan het plannen. Er komen cadeautjes binnen. Mijn meiden die denken dat ik weg moet voor werk met ome Ed. Want ja, ik kan moeilijk zeggen, ik ga naar papa toe, maar jullie mogen niet mee. Ik had ze graag willen meenemen, maar ja, in 2 dagen zit ik gewoon 18 uur in de auto. Dat is niet te doen voor die kids. En ja, ik denk dat Phil dus helemaal niks verwacht. Want 's morgens ga ik hem natuurlijk FaceTime. En dan zeg ik, nee, ja, ik ga vandaag met Ed op pad voor werk. Ik heb een klus. Dus ja, kan zijn dat ik vandaag tussendoor niet helemaal telefonisch bereikbaar ben. Maar anders bellen vanavond naar de training. Auw! Een hele goede morgen. Het is vandaag. Ja, Pex? Vrijdagochtend. Wat is het? Vrijdagochtend. Hey, topper! Hoe weet jij dit? Was dat een goede gok of wist je het echt? Ik wist het gewoon. Oh my gosh, je past een beetje bij mijn nek. Ik ben zo super trots. Nou, vind ik heel knap van jou. Vrijdagochtend. Wat is het? Vrijdagochtend. Pixie weet dat nu ook al. Dat ik ja, jullie zijn echt zo knap. Hebben jullie van je moeder, echt. Papa heeft de luxe, mama heeft de luxe en de brains. Zei jij jou vrijdagochtend? Ik zei nog niet, het is vrijdagochtend. Ik zei alleen maar, een hele goede morgen. Het is vandaag. En ik zei een keer vrijdagochtend. Oh my gosh, zo knap. Ja, Pixie liep net naar dek. Zelf naar de dokter? Ja, maar Zef probeert te plassen. Zef probeert de hele tijd te plassen? En dan moet hij naar de dokter? Ja. Is dat niet het verhaal wat Blossom net vertelde over haar vriendinnetje Sophie? Sophia. Oh, Sophia. Sorry. Oké. Het is momenteel 3:30 s'nachts. Ik was nog cadeaus voor Phil aan het inpakken. Kleren voor de meisjes klaarleggen voor morgen. Jersey Shore aan het kijken. En voor ik het wist was het 3:30. Ik ga nu slapen. Kindjes worden hier wakker vaak tussen 6:30 en 7:30. Nou, dat betekent dat ik ongeveer 2,5 uur heb. Top. Morgen de hele dag werken. In mijn hoofd ben ik mega druk met de voorbereiding. Voor zondag. En ik heb een beetje paniek. Maar goed, ja. Een hele goede morgen. Het is zondagochtend. Ik ben even met deze draak aan het wandelen. Ik heb mijn spulletjes gepakt. Best wel zenuwachtig. Omdat ik nu natuurlijk de rit in mijn uppie ga doen. Voor het eerst. Volgens de navigatie kom ik aan om 6:30. En ik moet om 7:30 bij het restaurant zijn. Dus dan heb ik nog 2 uur de tijd om me in de auto om te kleden klaar te maken.
En nou, vanavond is veel te verrassen. Super grappig, want ik belde hem dus net op. Hij zegt, ja, ik ga vanavond eten met de jongens. Ik zeg, echt? Ik zeg, wat leuk, man. Ik zeg, waar ga je eten dan? Hij zei, ja, bij de Thai. We gaan Thais eten. En toen dacht ik, ja, dat weet ik, want ik heb het zelf geregeld. Ik zeg, oh, lekker. Ik zeg, dat is waar wij ook wel eens gegeten hebben, toch? Hij zei, ja. Ik zeg, lekker, man. Ik zeg, nou, superleuk. Ik zeg, ik kan overdag niet zoveel bellen, want ik zit in gesprek met L'Oréal. Maar vanavond bellen we met elkaar, zeg ik. Spannend. We zitten in de auto. We zijn onderweg. En volgens mijn navigatie moet ik nu nog 7 uur rijden. En ik zeg je eerlijk, ik denk echt bij mezelf, waar ben ik aan begonnen? Waarom heb ik toch altijd weer van die wilde ideeën? Ik had natuurlijk ook gewoon naar het vliegtuig kunnen gaan. Nou, het vliegtuig is praktisch naast zijn huis, het vliegveld. En dan gelijk naar zijn huis kunnen gaan. Nee, ik moest weer een surprise party organiseren. Ik word er wel een beetje zo zenuwachtig van. Dat ik denk, oh my gosh, dan zit iedereen daar dus vanavond. En dan en ik heb zo'n mooi filmpje voor Phil laten maken. Zeg maar echt mensen die voor hem heel belangrijk zijn. Allemaal keepers trainer van FC Utrecht. Zijn beste vrienden, zijn broertje, zijn ouders, familie, mijn familie. Die heb ik allemaal een filmpje laten inspreken. En daar heb ik zelf één hele mooie video van gemaakt. En ja, echt, als de jongen vanavond niet gaat huilen, ik zweer het. Dan stap ik zo weer in de auto en dan rij ik terug. Dan ben ik echt disappointed. Ik verwacht tranen vanavond. Oké, guys, we zijn over de helft. Ik heb nog zo'n 350 kilometer te gaan. Ik moest even een snelle plaspauze nemen. Maar dan heb je dus van die wc's hier aan de zijkant van de weg. Oh, kijk, mijn bril. Dan heb je dus van die wc's hier aan de zijkant van de weg. En dan moet je dus boven hangen natuurlijk, want... Maar ik heb nog zoveel spierpijn. Van die training van, wanneer heb ik getraind? Vrijdag, ik kan niet eens normaal lopen. Ik ben nog steeds buiten adem. En laat staan dat ik dus boven een wc moet hangen, jongens. Dat is echt niet te doen. We zijn in Polen! Jezus Christus, ik heb het gehaald. Ik had niks meer op de tank. Hij was helemaal leeg. Ik ging mijn vader bellen. Ik zo... Dat, mijn auto is leeg. Hij doet helemaal niks, zeg ik. Ik zeg, mijn auto begon helemaal te haperen. Hij zegt, put the car to the side and call the police. Hij zegt, I can't call the police. They don't speak English here. He's like, put the car to the side now. En ik dacht, nee, ik moet doorgaan. En toen zag ik een bordje dat kon tanken nog 5 kilometer. Maar hij gaf hier gewoon biep, biep, biep. Dat het gewoon niet in orde was. Ik heb het gehaald, jongens. Ik heb het gehaald. Ik denk niet dat ik ooit in mijn leven zoveel emotie heb gevoeld. In een kwartier tijd. Oh my god. I wanted to shit myself. And I wanted to cry. And I wanted to die. And then, toen hadden we gewoon een tankstation. Ik ben er nog. Ik ben zo blij. Maar mijn vader die heeft echt zielig. Ik moet hem straks echt even bellen om sorry te zeggen. Want die man kan niet anders dan dat hij gewoon... mega zenuwachtig is. Huh? Ik heb me net soort van even geprobeerd te fatsoeneren bij het tankstation. Ik heb me omgekleed, ik heb make-up gedaan. Nou ja, dat haar is gewoon wat het is. Ik had net nog mega veel tijd over. In één keer keek ik op de klok. Ik was ondertussen een beetje de Bachelor aan het kijken en zo. En ja, ik moet haasten. Maar ja, het zal eens anders zijn. Ik ben 6 minuten verwijderd van de locatie en ik ben zo zenuwachtig dat het liefst draai ik mijn auto nu om en ga ik weer naar huis.
Thank you very much. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandagochtend en wie zit hier? Want ik heb natuurlijk gisteren tijdens het feest helemaal niks gefilmd. Oh, we moeten even zo kijken. We hebben beter licht. Kijk. Zie je het? Hoe was je verrassing? Babe, je moet je even omdraaien. Ik heb niks gefilmd van het feest. De mensen willen weten hoe het was. Ja. Like, how surprised were you? Dat er überhaupt iets voor me voorbereid was, vond ik het al verrassend genoeg. Omdat ik dacht eerst in instantie, ja, ik heb met vrienden afgesproken voor mijn verjaardag. Dus ik liep iedereen een rondje en opeens komt deze dame tevoorschijn. Kijk, dus ik was al binnen voordat veel binnen was. En ik stond in een soort van kast te wachten. Een soort van garderobe-achtig iets was het, hè? En toen kwam Phil binnen, iedereen ging zingen voor hem. In het Pools gingen ze gefeliciteerd zingen. Dus ik was heel nieuwsgierig. Dus ik wou toch zo even uit de kast komen om te, kijken. En met dat ik dat deed, dacht ik, oh, nou heeft Phil mij gezien. Dus ja, ik blijf maar staan. Maar hij was echt iedereen zo aan het bedanken. Dus ik ging gewoon in het rondje staan. En eigenlijk was toen je bij mij kwam, jij dacht gewoon dat ik een van de partners was, volgens mij. Ik heb je niet eens gezien, man. Hij had het gewoon niet door. Dus het was echt superleuk. We hebben het echt heel erg leuk gehad. En eigenlijk gewoon de hele avond niks gefilmd. En ik snap dat het misschien wel jammer is voor jullie om te zien. Maar dat is voor ons wel een heel goed teken. Dat als je niet de behoefte hebt om je telefoon erbij te pakken, dan heb je een leuk feestje gehad. En het eten was echt lekker. En ja, het was gewoon super gezellig. Volgens mij hebben we daar tot 12 uur gezeten of zo. Ja. 5 voor 12? 12 uur? En hoe laat waren we er? 8 uur of zo? Ja, ik had je verteld, Phil was echt, echt jongen, the ride from hell voor mij gewoon. Maar dat was wel allemaal door mijn eigen schuld natuurlijk. En toen was ik ook nog verkeerd gereden, want de navigatie had me natuurlijk verkeerd verteld waar ik heen moest. But we made it. Het is nu 9 uur 's morgens. Ik ga zo weer naar huis. Unbelievable, yes. Phil denkt, screw you, ik wil gewoon eten. Ga maar eten, zegt hij. Oh my gosh. The walk of shame, people. Half in een pyjama. Met slippers. Time to go home. Het waren paparazzi. Ja, precies. Het waren 13 gezellige uurtjes. Lekker stoffen. Oké, we rijden nu naar huis. Volgens mijn navigatie kom ik om 4:30 aan. Ik ga mijn best doen. Ik ben echt helemaal naar de kloten. Jongens. Je snapt natuurlijk wel dat ik nu dus de hele tijd heel panisch mijn tank in de gaten aan het houden ben. Omdat ik er niet aan moet denken dat me dit gewoon weer gebeurt wat me gisteren is gebeurd. Het probleem is, ik heb mijn telefoon zeg maar hier zo staan. En gisteren was ik volgens mij ook gewoon heel druk bezig met Tony Junior. Ja, het is ongeveer 6 tot 7 afleveringen en dan ben ik zeg maar waar ik moet zijn. Dus ja, en ik luister het dan, hè. Het is meer als een podcast. Dus het is niet dat ik oprecht gewoon bezig ben om televisie te kijken terwijl ik aan het rijden ben. Nee, zo gek ben ik ook niet. Dus ja, ik zat helemaal gewoon in die Bachelor. En voordat ik het wist had ik de tank leeg, maar not today people, not today. Oh jongens, ik sta nu toch echt al bijna een uur in de file. Ik heb de tank vol, maar mijn blaas ook echt. Ik hou het niet meer vol jongens, ik moet zo nodig pissen, niet te doen.
Oh, dit is niet normaal. Ik sta nog steeds stil. Ik sta echt al meer dan een uur stil. En ik moet zo nodig plassen. Ik kan niet meer helder nadenken. Ik ben geneigd gewoon nu eventjes snel naar de zijkant van de weg te gaan. Om daar te plassen. Want, nou, dat is hem ook niet. Zet de bril maar weer op. Oh, jongens. Ik zit echt te twijfelen. Wat moet ik doen? Ik ben gewoon geneigd om gewoon in een kopje te piezen. Ik kan niet meer. En hij zegt dat we sowieso nog 16 minuten stilstaan. Ik weet niet of ik dat ga overleven, als ik heel eerlijk ben. Woe! I made it! Ik rijd nu Elmeloop binnen. Ik ben helemaal kapot. Ik heb er een rit van ruim 10 uur op zitten nu. Het is bijna 7:30. Wat je wel niet over hebt voor een bezoek van 13 uur. Bizar. Heel bizar, maar superleuk. En het was ontzettend waard. En ja, nu ga ik naar huis de meisjes naar bed brengen. Want die mochten opblijven totdat mama thuis was. Godzijdank is het 7:30 geworden en niet 9:30. Want dan was het helemaal een fijne avond. Maar goed, ik ga nog even lekker 30 minuten knuffelen met mijn kids. En dan moet ze toch echt naar bed. En ik ook. Een hele goede morgen. Het is 7:45. En Filip belt. Eén momentje. Ja. Kindjes zijn op school. Mama heeft vandaag een werkdag van 9 tot ongeveer 6:30. Nu al? Oh, lekker op tijd. Klanten die dan te vroeg zijn. Gosh. Maar goed, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. En dat ik jullie volgende week weer zie. Duimpje omhoog. Vooral niet naar beneden. Joejoe.